Nog minder natuur in Zuid-Holland met akkoord. PVV zet vice-fractievoorzitter op straat. En te veel hondjes op te weinig veldjes. Woensdag 14 december, welkom bij het TV West Nieuws. Dag dames en heren. Ja, even ontspannen in fraai groen is nu al moeilijk in onze provincie. Want veel is er niet. Maar natuurorganisaties vrezen dat het nog minder wordt. Provinciale Staten van Zuid-Holland stemden in met het natuurakkoord van staatssecretaris Bleker. Volgens dat akkoord moeten de provincies met een stuk minder geld het beheer van natuurgebieden overnemen van het Rijk. 600 miljoen euro wil het Rijk bezuinigen door de provincies verantwoordelijk te maken voor de natuur. Voor Zuid-Holland betekent dat dat er 70 miljoen euro minder beschikbaar zal zijn voor de natuur. En dat is volgens Natuurmonumenten een kwalijke zaak. Zuid-Holland is al de provincie met de minste natuur. En met het grootste groentekort in dit land. De mensen ervaren dat hier ook zo. Daar kan nu niks meer aan gedaan worden. Bovendien zal er te weinig geld zijn voor het onderhoud van bestaande natuur- en recreatiegebieden. En dat gaan de mensen merken. En het zal toch niet zover komen dat wij straks gebieden moeten gaan afsluiten voor mensen, omdat het niet meer verantwoord is om ze daar te laten recreëren. De provincie snapt alle gevoeligheden, maar stemde toch met een ruime meerderheid in met het natuurakkoord van de staatssecretaris. Iedereen moet op dit moment bezuinigen, moet de broekriem aantrekken, ook het natuurbeleid moet dat. En dan gaat het er vervolgens om met gezond verstand inhoud te geven met de echte mogelijkheden die je hebt. En dan kan je nog langer wachten, dan gebeurt er helemaal niks, staat alles stil en is ook de natuur het kind van de rekening. Maar volgens Natuurmonumenten is de natuur dat nu al. Dan is het wel vreemd dat de natuur toch recordhouder is met bezuiniging van 72% op het budget. En dat heeft concrete gevolgen voor de biodiversiteit. Al die rijkdom van planten en diersoorten waar mensen ook van kunnen genieten en waar we internationale verdragen over hebben afgesproken. Maar ook voor de recreatieve beleving voor de mensen. Ik zou zeggen tegen Natuurmonumenten, pak ook de handschoen op om te kijken hoe we met zo min mogelijk middelen juist wel in de biodiversiteit gewoon stappen kunnen blijven maken. Als je dat goed met elkaar formuleert, dan kan je ook weg om samen meters te maken in het natuurbeleid. En helaas moet dat met een kleinere portemonnee, maar dat is op dit moment een gegeven. Ja, overigens stemden eerder al Noord-Holland en Brabant tegen het akkoord. Dan gaan we naar de PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad. Die fractie heeft dinsdagavond gebroken met vice-fractievoorzitter Arnoud van Doorn. Het raadslid zou fouten hebben gemaakt in het beheer van het fractiebudget. Bij mij hier in de studio onze politiek verslaggever Dirk Verhoeven. Ja, Dirk, wat is er nou allemaal aan de hand? Nou ja, Van Doorn is degene die het fractiebudget bijhoudt en hij heeft fouten gemaakt. Tenminste, dat zegt hij zelf. Wat er precies is gebeurd, dat wil en de PVV niet zeggen en Van Doorn niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel genoeg om het vertrouwen in hem op te zeggen vanuit de PVV. Dus het is niet niks waarschijnlijk. Ja, vertrouwen is opgezegd. Ze zijn er samen eigenlijk uitgekomen dat het beter is als die er niet meer is, weggaat. Maar volgens Van Doorn liep het al langer niet goed, hè, in de fractie. Ja, dat klopt. Hij voelde zich al langer niet meer thuis in de fractie, al maanden niet, zegt hij. En hij heeft ook een beetje kritiek. Het is nu achteraf, maar hij heeft het over de cultuur in de partij. En daar zegt hij het volgende over. Het is een vrij harde organisatie. Fouten worden hard afgestraft. Tweede kansen krijg je moeilijk. Het is een partij die, laat ik het diplomatiek zeggen, heel zakelijk is naar elkaar en naar medewerkers. Ja, en hij heeft ook een beetje kritiek op de manier hoe de PVV politiek bedrijft. Hij vindt eigenlijk dat ze meer hadden moeten samenwerken. Het is wel zo dat ik denk dat je op een gegeven moment ook moet gaan zoeken naar meer samenwerking met andere fracties, oppositie, maar ook coalitie. Als je dingen voor elkaar wil krijgen, dan moet je toch compromissen sluiten. En dan moet je een vorm van samenwerking gaan vinden. En dat is wel wat ik meer voor ogen heb. Nou, hij voelde zich dus niet meer op zijn plek bij de PVV. Hoe gaat het nu verder? Nou, hij gaat verder als eenmansfractie. Hij is op persoonlijke titel is hij gekozen. In de politieke verhoudingen zal er niet zo heel veel veranderen. Behalve dan dat de PVV niet meer de tweede grootste partij is. Want die plaats moeten ze nu delen met de VVD. Goed, dankjewel Dirk Verhoeven voor zover. En we horen ongetwijfeld nog wel wat er mis is gegaan met dat fractiebudget. Dankjewel. Dan gaan we naar Delft. Het eerste deel van de spoortunnel daar is af. Het gaat om een stuk tunnelbuis ter hoogte van de Abwoudseweg van 35 meter lang. Met een speciale constructie wordt de tunnelbuis elke week maar liefst 25 meter langer gemaakt.
een rode stalen constructie draagt het beton. Deze tunnelkist zorgt ervoor dat de wanden en het dak van de tunnel veel sneller klaar zijn dan bij een normale bouwmethode. Het is een stalen gevaarte met, laten we zeggen, wielen wat zich kan verplaatsen, waarbij wij dus de mogelijkheid krijgen om een betonnen vorm te maken door de beton op te gieten en wapening op te vlechten. Oké, en hoe snel gaat dat? Dit gaat in een weekcyclus. Dus elke week gaat deze tunnelmotor 25 meter vooruit. Dus op maandag gaan wij hem vooruitrollen, omdat hij in het weekend heeft uitgehaald van de vorige motor. Dan hebben we de hele week de tijd om de wapening te vlechten, de kist te sluiten, schoon te maken. En dan gaat er op vrijdag weer beton in. En dan kan je op het weekend weer uitharden. En dan kan dit maandag weer ingezet worden. En dat doen we dan gedurende 40 weken. Een lengte van 35 meter is af. En het gaat nog even duren voordat de hele tunnelbuis klaar is voor gebruik. Het is de bedoeling dat in 2015 de trein hier gaat rijden. We blijven nog even bij het station in Delft. De twee hoofdverdachten van de kluiskraak bij de spoorzone in Delft moeten 18 maanden de cel in. De twee medeverdachten kregen werkstraf opgelegd. De kluiskrakers beroofden oktober vorig jaar, verkleed als bouwvakkers, het GWK in Delft. Er werd net als nu hard gewerkt aan de spoorzone, waardoor ze niet opvielen. De vier maakten een gat in de muur en namen €350.000 mee. Straks in Naturalis is geknutseld aan een mammoet. Bij een medewerker van de Montessori-school Valkenbos in Den Haag is een vorm van open TBC geconstateerd. Volgens de GGD had de medewerker weinig contact met leerlingen en docenten en is de kans klein dat hij anderen heeft besmet. Duran Renkema vertrekt toch bij een gereformeerde school in Oegstgeest. De homoseksuele docent vocht eerder ontslag met succes aan. Na overleg bleek het voor hem onmogelijk om weer normaal aan het werk te gaan. Daarom hebben beide partijen besloten toch uit elkaar te gaan. Over de overeenkomst worden geen mededelingen gedaan. Het gaat goed met zeeschildpad Flip. Het zeldzame dier spoelde zaterdag aan in Monster en wordt nu verzorgd in Sea Life in Scheveningen. Hij krijgt antibiotica voor de wondjes aan zijn rug en ziet er verder gezond uit. Mogelijk plaatst Sea Life een webcam boven zijn bassin. Het is nog niet bekend wanneer hij wordt teruggebracht naar de Golf van Mexico. Ja, wat kun je nou maken van 14 oude botstukken? Heel wat bleek vanmiddag in Museum Naturalis in Leiden. De stukken passen in elkaar en vormen de schedel van een jonge mammoet. Kijk, dit is een heel mooie onderkaak van een heel jong mammoetje. Aan die kiezen kunnen we zien dat het een gaseter is geweest. Maar aan het kiesje, het is een melkkiesje, kunnen we ook zien hoe oud het diertje was toen hij stierf. 18 maanden, anderhalf jaar oud. Dus een heel jong beestje, heel fragiel, niet helemaal compleet, maar een topstuk. En dat gaan we nu in elkaar monteren. Zo moet hij komen. Ja. En dan heb je hier een deel van zijn voorhoofd en dat grote gat wat hier zit, dat is zijn neusopening, want daar hoort zijn slurf te zitten. En zo is het 50.000 jaar oude dier bijna compleet. De onderdelen die werden gevonden op de bodem van de Noordzee zijn erg bijzonder. Maar dit is echt een topvondst, dat je dat zo compleet en bij elkaar vindt. Je moet begrijpen dat die botten van die jonge diertjes, die zijn niet zo stabiel als van het grote skelet wat je hier ziet. Dus de kans dat we zoiets terugvinden is zo klein. De kleine mammoet is de komende tijd te zien in Naturalis. Heeft u hem al een naam gegeven? Nee, maar we weten wel, vanwege dat die slagtand al zo dik is, dat het een jongetje moet zijn geweest. En dan moet je je voorstellen dat dit schedeltje van dit jongetje, dat verblijft hier in de kerstvakantie in Naturalis. En dan is hij hier op een logeerpartijtje bij zijn oom. Ja, apart knutselpakketje is dat. Gaan we naar Delft. Er zijn te veel Delftse honden en te weinig plekken waar ze hun behoefte kunnen doen. Althans, dat zeggen hondenuitlaatservices in die omgeving. Yara! Veel uitlaatdiensten nemen iedere dag tientallen viervoeters mee naar het Midden-Delftland bij het Tandhofdreef. Kom maar, jongens! Het is een van de weinige plekken waar de Delftse honden nog vrij uit mogen rennen. Ja, dit hele gebied dat strekt vanaf de A13 aan de ene kant helemaal tot de A4, waar die verlengd wordt, strekt dat hele gebied langs Delft uit, langs de zuidkant van Delft. En dat wordt waarschijnlijk dus in de toekomst geheel afgesloten voor mensen met loslopende honden. En waar moeten jullie dan heen? Ja, dat is dus de vraag. Dan blijft er niet veel meer over. Of eigenlijk bijna niks. Delft heeft ook nog het hondenstrand Delftse Hout en uitlaatstroken langs bermen. Maar die zijn te klein of te gevaarlijk, zeggen de specialisten. Leila, zit. Goed zo. En de druk op de andere gebieden, die wordt steeds groter.
andere uitlaatservices, heel veel uitlaatservices die in hetzelfde gebied lopen. En je wil elkaar liever niet tegenkomen, de honden kennen elkaar niet. Dus dan kan dat weer problemen veroorzaken. En vooral in de zomer zijn het dan weer de andere recreanten, wandelaars, fietsers, skileraars, ja, die daar ook overlast van kunnen merken. En waar de viervoeter voor de een maar een vies beest is, gaat de ander ervoor door weer en wind. Heerlijk weertje en ook met dit weer lopen wij buiten met de honden. Hé, in weer en wind, hè Ralf? Ja. De gemeente Delft laat overigens weten niet op de hoogte te zijn van de klachten. De wethouder nodigt de hondenuitlaatservices dan ook uit om een afspraak te maken, zodat ze samen op zoek kunnen gaan naar een oplossing. Misschien mogen ze de honden ook nog meenemen. Ja, het zijn echt de donkere dagen voor kerst. Een beetje guur, een beetje winderig en een beetje koud. Maar wel gezellig. In Gouda was het gisteravond ook weer enorm druk bij de traditionele kaarsjesavond. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Wat maakt het zo leuk dan? Nou, de kaarsjes. Hè. We hebben een aantal jaar terug in Gouda gewoond. Ja. En we wonen nu in Monster. Een speciaal kaarsjesavond terug. Want de sfeer, ja, en zo. De sfeer, bijzonder. En om het aan de kinderen te laten zien. En nou, het kerstverhaal natuurlijk. Nou, gezellig hè. Al die kaarsjes zijn ook zo prachtig mooi. Als je nu ziet bij het stadhuis, al die mooie kaarsjes. Het is echt prachtig, al de kaarsjes eromheen. Alle mensen die hier zo gezellig meezingen. Het is gewoon het is een feestje. 4, 3, 2, 1. En zo kom je lekker goed in de sfeer. Je zag de boom al heen en weer gaan. Dat komt omdat we het allemaal hebben gehad. Regen, wind en ook vandaag was het weer zo'n dag. Het blijft dus herfstachtig, Huub. Het blijft zeker herfstachtig de komende dagen. Maar sommige mensen vinden dat misschien toch nog wel mooier, gezien het aantal foto's wat wij althans binnenkrijgen. Hier zo'n mooie foto vanuit Scheveningen met een bui ver weg op de Noordzee. Maar goed, af en toe komen die natuurlijk wel binnen en krijgen wij er dus ook mee te maken. Meer foto's trouwens, omdat we er zoveel krijgen, zijn ook wel te vinden bij het weerbericht op westonline.nl hoor. Maar goed, ik zei het al, herfstachtig, dat is wel. Ook vanavond en vannacht krijgen we een aantal buien. En ja, de meeste die ontstaan dus boven zee en vinden we dan ook terug in de kuststrook. Elders zijn wat meer opklaringen. Dat beeld dat wisselt dus een beetje. Voor de rest een matige, aan de kust af en toe toch nog krachtige wind uit de richtingen tussen zuidwest en west. En de temperaturen die dalen tot ongeveer 4 graden. En morgen overdag verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Er is een wisselende bewolking, af en toe zon, ook een aantal buien, misschien met hagel of onweer. Voor de rest weer in de middag waarschijnlijk vrij veel wind aan de kust, tot misschien wel windkracht 7, een harde wind. En ook morgen temperaturen van 7 of 8 graden. Dankjewel Huub en dit was het voor vandaag. Meer nieuws is te vinden op onze website westonline.nl en uiteraard ook op 89.3 Radio West. En zometeen kunt u hier kijken naar Tiswat met Chihuahua Bliksem en haar kledingkast. De viervoeter heeft maar liefst 24 kledingsetjes. En natuurlijk ontbreekt daarin niet de speciale bruidsjurk en uiteraard een jurk voor de kerst. Nou, wij zijn er morgenochtend weer vanaf 7 uur met het TV West ochtendnieuws. Fijne avond.